Ja, ongelooflijk trots en opgelucht, want het is zo spannend en er is zo hard gewerkt, dus je wil gewoon winnen. Maar wat de jury ook heeft gezegd, ja, we hebben een aparte invalshoek. En de kracht van Leeuwarden, dat soort woorden zijn gebruikt. En laten we die kracht nou gebruiken, want we gaan ook nog naar de volgende ronde. Maar ontzettend bedankt aan al die mensen die in het team hebben gewerkt, maar ook zoveel mensen in de stad, ondernemers die allemaal zeiden, dit is een kans. Die gaan we nu grijpen. Origineel, authentiek, dat waren de woorden. En dat was ons ook. Ja, daar gingen we ook voor. Daarom dachten we ook dat we gingen winnen. Ja, fantastisch, man. Goh, joh. Moeten wij niet heel snel naar Leeuwarden toe? Naar Leeuwarden. Ja, we gaan natuurlijk nu gaan naar Leeuwarden toe. Even nog met de jury praten en zo. En ook met de steden die doorgaan, maar ook verloren hebben. Want het is all in the game, maar winnen is altijd leuker. Ja, laten we dat niet vergeten. Moeten we het officieel blijven. Maar. Jongens, feest vieren, kom op. Dit is helemaal te gekken dit. Het is zo ontzettend spannend. Dat je, maar als je dan zo'n slag maken gaat door een maand. En er is zo hard werken. En hard werken is weekend er ook in, is nacht er ook in. Ja, en dat je dan storen 5 minuten voor het uitslag is. Ja, dan slaat het hartje bijna uit lief. Ja. Dus ik moet eerlijk wijzen, ik hier erin. En ik ben zo blij dat we trokken naar de volgende ronde. En dan zetten we de burger nog volle meer op dan we nodig hebben. Want we willen ook gewoon winnen. We willen ook gewoon culturele hoofdstad worden in 2018.